Vooral die laatste 1000 toeren, die zijn hemels. Oh man, ik word gewoon een beetje emotioneel van. Dat is echt zo uniek dit. Ben je nou autojournalist geworden? Die vraag werd mij toch wel geregeld gesteld. En de reden is, tadaa, nou om in dit soort auto's te kunnen rijden. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van autorij.nl. Mijn naam is Bart en vandaag in de hoofdrol de meest lekkere, oftewel de lekkerste 718 Cayman ooit. De Porsche 718 Cayman GT4 RS. Ja, rijden in deze Porsche 718 Cayman GT4 RS een hele mond vol, ik weet het. Dat is natuurlijk wel een beetje de ultieme jongensdroom. Uiteraard gaan we zo meteen uitgebreid rijden. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik je eerst wat meer gaan vertellen over deze bijzondere uitvoering van de 718 Cayman. Oftewel, de coupébroer van de 718 Boxster, de open versie van deze auto. Het is het ultieme model binnen die 718 Cayman familie. Het is ook tevens een uitzwaaimodel, want na deze variant komt er eigenlijk geen 718 Cayman meer in deze trim, met deze verbrandingsmotor dus. Nee, want de opvolger die wordt volledig elektrisch. Dus wat dacht Porsche? Weet je wat we doen? Omdat het toch de laatste uitvoering is, gaan we alles uit de kast halen om er de meest lekkere 718 Cayman ooit van te maken. En dat zie je er ook wel een beetje aan af, want het is echt een beest om te zien, maar het is ook echt een beest om in te rijden. Maar allereerst al de looks. Nee, ik doe het anders. Allereerst al eventjes de prijs. Wist jij dat een Porsche 718 met 300 pk ongeveer begint bij ongeveer 94.000 euro? Nou, dat is op zich nog best wel te bereiken. Of best wel bereikbaar voor de normale sterveling. Maar ja, voor die euro's krijg jij absoluut nooit een GT4 RS mee. Nee, daar moet je dus echt flink voor gaan sparen. Want de vanafprijs van deze auto bedraagt 226.000. Je hebt me goed gehoord. 226.400 euro. Ex de opties. Ja, want als je nou nog opties gaat aanvinken, dan kan die prijs zomaar richting die 300.000 euro grens stijgen. Dit exemplaar kost bijvoorbeeld, nou doe even een gokje, 230, 240, 250, 260, 270. Nee, deze auto kost 281.000 euro zoals hij hier staat. Maar dan krijg je ook wel de uitvoering zoals hij moet zijn. De kleurstelling is natuurlijk een smaakkwestie, die kun je in elke kleur krijgen die je wenst, maar wel alle hardware die je op deze auto wil hebben. Deze auto heeft bijvoorbeeld de optionele koolstofkeramische remschijven. Een optie van maar liefst 8.500 euro. Even afgerond. Verder heeft deze auto ook nog de optionele magnesium wielen. Die kun je overigens in 6 kleuren krijgen. Dus mocht je dit donkerblauw nou helemaal niks vinden, dan kun je ook nog andere wielen bestellen. Of andere kleuren bestellen. Maar die magnesium wielen hebben als voordeel dat ze overal, dus 4 x 2,5, dus 10 kilogram kunnen besparen op het totaal onafgeveerde gewicht. En dat is zo belangrijk, het onafgeveerde gewicht. Want dat bepaalt hoe wendbaar een auto is tijdens het rijden. Dan praat je dus al over dik 10.000 euro aan opties. Maar deze auto heeft ook nog het optionele Wijzag RS pakket. Nou, wat krijg je dan? In ieder geval al een koolstofvezelkap. Sowieso heel erg veel koolstofvezel goodies. Ik zal hem ook eventjes open doen met de sleutel in bijpassende kleur. Zoals je ziet mag je overigens ook weer lekker voorbij betalen bij Porsche. Maar goed, dat zal de koper natuurlijk niet deren. Doe hem eventjes open. Dat is allemaal gewoon nog handwerk bij Porsche. Het is overigens een stickertje om gewicht te besparen. Porsche gaat daarin heel erg ver, dus geen embleem. Maar kijk eens, gewoon nog voldoende bagageruimte. Een zogeheten frunk. Jawel, met deze 718 Cayman GT4 RS kun je gewoon naar de Albert Heijn. 2 boodschappentassen erin. En je kunt gewoon de wekelijkse boodschappen doen. Nou ja, dat zeg ik nu wel. Maar eigenlijk is dat niet het geval. Hoe komt dat? Nou, kijk eens eventjes hier. Deze mega frontsplitter met GT4 RS aanduiding. Die is zo ver, of zo groot. Die steekt zo ver voor de auto uit, dat je eigenlijk bijna elke drempel doorpel raakt. Dus je moet echt wel een beetje weten wat je doet. Maar dat heeft Porsche natuurlijk zich ook gerealiseerd. Dus wat hebben ze nu gedaan?
Normaliter kon je alleen een 911 met noslift krijgen, dus met een verhogingssysteem voor de voorras. Maar dat is dus ook leverbaar op deze GT4 RS uitvoering. En daarmee verhoog je als het ware het front met 3 centimeter, met 30 mm. En dan is het nemen van een drempel niet meer zo'n grote uitdaging. Maar ja, het Wijzag RS pakket dus. €16.800 kost die optie. Koolstofvezel, Porsche aanduiding. Zwanenhals achterspoiler natuurlijk ook van koolstofvezel met GT4 RS aanduiding. Op de achterkant nogmaals GT4 RS sportuitlaatsysteem. Een mega grote diffuser. Ja, je ziet het. Alle ingrediënten van deze auto die kloppen. En die vertellen de boodschap dat dit echt de meest ultieme 718 Cayman ooit is. Vind je dit mooi trouwens? Zo'n zwanenhals spoiler. Normaal staat een spoiler die hangt natuurlijk. Of die staat ergens op. Hier hangt die echt op. Ja, ik heb een beetje gemengde oordelen gehoord van mensen die dit niet heel erg mooi vinden, maar anderen vinden het juist heel erg wel mooi. Hier zie je overigens ook de titanium rolkooi zitten. Die bespaart weer 6 kilogram ten opzichte van een normale, ten opzichte van een conventionele stalen rolkooi. En natuurlijk heb je hier de krachtbron. Daar kun je overigens niet bij. Ik kan wel de achterklep openen. Dat is weer een druk op de knop van de sleutel. Dan gaat die open. Niet heel ver overigens. Heb hier eventjes ook nog wat bagageruimte. Dus je kunt er zonder problemen een weekendje mee naar de Nürburgring. Nog slijpen, water bijvullen, olie bijvullen. En dit is dan de krachtbron volledig afgedekt. Maar dit is ook meteen het paradepaardje van deze 718 Cayman. Want ten opzichte van die 911 GT3 is dit natuurlijk een middenmotor. Bij die 911 GT3 ligt die motor echt hier achterin. Maar hier is echt een middenmotorconcept. En we dachten ze bij Porsche, daar gaan wij heel erg leuk gebruik van maken. Want hier die lucht inlaten aan de zijkant, zowel rechts als links, aan de linkerkant heb je die ook, die zijn van carbon. Dus het is eigenlijk een koolstofvezel luchtfilterhuis. En wat gebeurt er? Nou, je zit natuurlijk hiervoor op die stoelen. En door hier dat aanzuiggeluid te creëren, heb je een zeer indrukwekkende beleving van die krachtbron aan boord. Niet zozeer aan de buitenkant, want aan de buitenkant is het nog wel een best vrij stille auto. Hij is aanzienlijk stiller ten opzichte van een 911 GT3. Maar vooral het inductiegeluid, het aanzuiggeluid, dat is echt hemels. Toen ik voor de eerste keer dat deed, nou, toen kreeg ik echt gewoon tranen in mijn ogen. Niet zozeer van omdat ik heel erg verdrietig ben, nee, puur van emoties. Dat deze auto dat met je lijf kan doen. Dus stay tuned als we zometeen echt flink wat toeren gaan maken met deze auto. Want je weet gewoon niet wat je overkomt. Doe de achterklep weer eventjes dicht. En dan vraag ik of de cameraman hier eventjes rechts kan plaatsnemen. Dan loop ik even naar de andere kant. Want dan kan ik ook meteen het interieur laten zien van deze 718 Cayman GT4 RS. En moet je eens eventjes kijken wat een prachtig interieur. Hier zie je nogmaals die titanium rolkooi zitten. Overigens, het zicht naar achteren is echt uiterst slecht. Ik ga het gewoon noemen, want ik kan hier eventjes achter gaan staan. Maar ja, je ziet mij gewoon totaal niet. Die beugel zit in de weg, die zwanenhalsspoiler zit in de weg. Je hebt gewoon heel erg slecht zicht naar achteren. Dus je moet goed op je spiegels rijden. Maar buiten dat, dit interieur. Wat een plaatje. Die koolstofvezel kuipstoelen, die zitten als gegoten. Als je wat langer bent, dan kan het misschien wel wat problemen opleveren. Ook als je wat een bredere kont hebt, een bredere billen hebt, dan is het ook niet optimaal. Maar ze zitten, als je erin past, als gegoten. En ze zijn ook nog elektrisch in hoogte te verstellen. De vorm van de stoel die is gefixeerd, maar je kunt dus wel de hoogte aanpassen. En heb je dat stuurtje ook al gezien? Gewoon geen knoppen erop, hè? Helemaal puur. Puur gericht op performance. Je hebt hier wel een mooie 12-uursmarkering. Maar ja, het ziet er allemaal zo mooi uit. En een toerenteller die gaat tot maar liefst 10.000 toeren. Na zoveel toeren draait deze krachtbron overigens niet, want hij haalt maximaal 9000 toeren. En geloof mij, dat is echt oorverdovend. Maar alles aan deze auto is gericht op performance, op de beste rondetijden neerzetten. Op een circuit bijvoorbeeld. Ja, nu je hier toch bent. Hier staat een Wijzag RS. En kijk, er zijn ook meteen de bekerhouders achter verstopt. Dus je kunt ook gewoon lekker genieten van een colaatje light onderweg, als dat je ding is. Deze variant kun je overigens alleen maar krijgen met een 7-traps PDK. Die kun je natuurlijk zelf bedienen, eventueel met flippers hier achter het stuur. Of je trekt de pook in D, je tikt hem naar links en dan heb je hier gewoon de manuele stand. En dan kun je trekken voor opschakelen en duwen voor terugschakelen. Ja, niet I say more. Nou ja, in ieder geval deze treklusjes, gewichtsbesparing. Ik noem net al eventjes de sticker natuurlijk op de, niet zozeer de motorkap, maar op de kap voor, want de motor ligt achterin.
Maar hier heb je ook weer van die treklusjes, allemaal om gewicht te besparen. Deze auto weegt overigens 1415 kilogram. Daarmee is het verreweg een van de lichtste 718 Cayman modellen die je kan krijgen. Maar dit is een auto waar je als autoliefhebber, in ieder geval waar ik als autoliefhebber heel erg stil van word. Puur omdat je zo onder de indruk bent van zijn looks, maar nog meer van het geluid. Nou, ik heb het natuurlijk al zo vaak genoemd, dat geluid. Dus dat wil je waarschijnlijk gewoon ook nu horen. Dus laten we lekker een stukje gaan rijden. Oké, moet je eens eventjes opletten en vooral luisteren. Komt-ie, hè? Porsche, wat heb je toch gedaan? Nou ja, dat kunnen we natuurlijk haarfijn uitleggen. Want wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon de aandrijflijn van een 911 GT3 generatie 992 in een 718 Cayman GT4 gelepeld. En die hebben ze dus GT4 RS gedoopt. Nou, het resultaat is echt verbluffend, fenomenaal. Eigenlijk zijn hier geen woorden voor. Dit is een attractie op zich. En je weet nu ook meteen waarom je deze auto moet kopen. Vanwege het geluid. Ready? Oh, man, man, man. Vooral die laatste 1000 toeren. Die zijn hemels. Oh man. Ik word er gewoon een beetje emotioneel van. Dat is echt zo uniek dit. Oh, hier word je autoliefhebber door, jongens. Dit is echt zaligmakend. Echt gewoon niet normaal. Ja, die aandrijflijn, die moeten we natuurlijk wel eventjes uitleggen. 500 pk sterke 4 liter 6-cilinder boxermotor natuurlijk. 450 Nm sterk. En dat vermogen van 500 pk, dat is pas voorhanden vanaf 8400 toeren per minuut. En dan mag je van Porsche nog eens 600 toeren meer maken. Richting die magische grens van 9000 toeren per minuut. Ja, dit is echt een op- en top raceblok. Zoals ik al zei, is het in de basis gelijk aan die aandrijflijn in de 911 GT3. Maar Porsche heeft hier nog wel een aantal tweaks aan gedaan. Met name aan het inlaattraject. Want wat heeft deze auto nu? Hij heeft, moet je even goed luisteren, een koolstofvezel inlaattraject. Er zit aan de zijkanten eigenlijk, achter de stoelen, zit een hele carbon airbox. En daar zuigt hij het geluid naar binnen, richting die flat 6. En dat geluid is fenomenaal. Maar dat geluid is ook heel erg anders ten opzichte van een 911 GT3. Bij die 911 GT3 ligt het accent heel erg op uitlaatgeluid. Die auto heeft ook een veel rijkere uitlaatsound. Bij deze 718 Cayman GT4 RS ligt de nadruk veel meer op het inlaattraject, dus op inlaatgeluid. En die trend die mag je gaan verwachten bij ook toekomstige sportwagens, onder meer ook van Porsche. Waarom? Nou ja, uitlaatgeluid, dat kan eigenlijk niet veel meer. Dus waar focussen autofabrikanten dan op het inlaatgeluid? En dat is minstens zo spectaculair. Denk even terug aan de BMW E30 M3, die had ook dat fenomenale inductiegeluid. Nou, hetzelfde is van toepassing op deze 718 Cayman GT4 RS. Dat inlaatgeluid van deze aandrijflijn, ik heb het nog nooit zo meegemaakt. Vooral boven die 8000 toeren. Dan gaat hij echt hameren, dan gaat hij dat geluid, dat is gewoon met geen enkel woord te beschrijven. Moet je luisteren. Kippenvel tot op mijn nagels. Ik hoop jullie ook. Maar dit is echt zalig. Porsche toch, wat heb je gedaan? Prestaties, die moeten we ook eventjes noemen tussen al deze emoties door. 0 tot 100 in 3,4 seconden. 0 tot 200 ongeveer een kleine 11 seconden. Topsnelheid helemaal niet relevant. Bij deze auto gaat het om rondetijden. Om elke rondetijd eigenlijk wat milliseconden of seconden van een rondetijd af te snoepen. Deze auto is ontwikkeld voor op het circuit. En dat merk je echt aan alles. Ook aan de hardware, het onderstel, de mechanische geluiden die je hoort. Ja, Porsche heeft alles uit de kast gehaald. Het beste stukje hardware, het beste stukje software. En dat hebben ze allemaal samengebracht in een fantastisch totaalpakket wat van top tot teen klopt. Van voor tot achter, van onder tot boven. Deze auto klopt. Maar deze auto zal ook verschil gaan maken tussen kopersgroepen. Want alleen de echte puristen die zullen kiezen voor deze 718 Cayman GT4 RS. Hij is misschien voor sommige mensen wel iets te hardcore, want
ook normaal cruisen op de snelweg, waarbij die overigens gewoon netjes 1 op 11 kan halen. Ja, je hoort continu wel geluiden. En nu is het ook nog zo dat de sportuitlaat niet eens open staat. Als ik hem open zet, zit er een nog veel indringender geluid in deze cabine. En als je dan gas geeft, oh, nog meer donkerbruin geroffel van die 6-cilinder boksenmotor. Dit is echt hardcore. Een 911 GT3 hebben we overigens ook gereden. Check die video eventjes op ons YouTube kanaal. Ja, die is wat mij betreft meer bruikbaar voor alle dag. Die is gewoon iets geciviliseerder, iets comfortabeler. Dit is echt hardcore, puur. En dat was ook precies de missie die Porsche had bij het ontwikkelen van deze 718 Cayman GT4 RS. Het moest gewoon het beste van het beste zijn. Het moest de beste 718 Cayman tot nu toe worden. En daar is hij glansrijk in geslaagd. GT4, die heeft iets minder vermogen, ook leveren maar met een handbak. Dan zul je misschien denken, ja, maar die variant, die is eigenlijk nog veel puurder dan deze RS. Ja, maar toch niet. Want die aandrijflijn van die 911 GT3, die maakt van deze RS-uitmonstering de must-have. Dit is een klassieker van de toekomst, jongens. En wat een balans zit er in deze auto, jongens. Echt, je kunt hem zo ver uitwringen. En dat komt natuurlijk ook een beetje door het middenmotorconcept. Want dat is natuurlijk een gigantisch verschil ten opzichte van die 911 GT3. Die heeft echt een motor achterin. Dit is een middenmotor. Dus hij heeft eigenlijk nog misschien wel de betere wegligging. En die emoties die komen echt vanzelf. Als je het autohart op de juiste plek hebt, dan is dit een auto die alle emoties in je losmaakt. Geweldig. Porsche, verbluffend werk geleverd. Ik hoop dat je overigens hebt genoten van deze video. Ik heb in ieder geval enorm genoten van deze auto. Ik denk dat ik hier nog maandenlang op kanteren. Vond je deze video leuk? Geef hem even de welbekende duim omhoog. Vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Vinden we leuk? Laat een reactie achter. En vertel het verhaal voort. De 718 Cayman GT4 RS. Magistraal. Echt magistraal. Tot de volgende keer. Hoi.